Welkom bij Spreekuur van Nieuw Rechts. Mijn naam is Daniel de Liever en vandaag hebben we te gast Rob Roos. Dankjewel dat je er vandaag bij kon zijn. Ja, het is een plezier. Hartstikke leuk. Dank voor de vraag. Nou, hartstikke leuk. Je bent ondernemer, je bent ook Europarlementariër geweest. Laten we even kort daarmee beginnen. Wat heeft je toe aangezet om de politiek in te gaan? Nou, dat was. Ik zag eigenlijk een hele tijd dat. Laat ik het maar zeggen, dat het niet zo goed ging met ons land. Er werden allemaal bijzondere beslissingen genomen. Ik had zelf een ingenieursbureau en gespecialiseerd in energie. En ja, wij kregen steeds meer aanvragen voor laten we zeggen, renewable windenergie. En die dingen werden op de meest onmogelijke plekken neergezet. Eigenlijk in prachtige natuur werden overal windturbines opgezet. En ik was daar gewoon geen voorstander van. Energie is mijn specialisatie. Ik ben zelf ook elektrotechnisch ingenieur. Maar ik had daar heel veel geld in kunnen verdienen. Maar uiteindelijk heb ik besloten om mijn bedrijf te verkopen. Want het ging tegen mijn principes in. Maar ook. Ik wilde daar iets aan gaan doen. Ik heb 2 kinderen. Zijn inmiddels volwassen. Zijn 28 en 23. Maar ik wilde een land doorgeven waar de democratie goed functioneert. Waar de wil van het volk wordt gerespecteerd. Maar waar ook de vrijheid nog gewoon belangrijk is. In de jaren 90, toen was ik zelf jong. De Berlijnse muur was net gevallen. Het was zo mooi. Iedereen kon zeggen wat hij wou. Er was eigenlijk gewoon wederzijds respect. Op incidenten na natuurlijk. Maar ik bedoel, de homo-wereld die was vrij, et cetera. En nu wordt alles zo door de strot heen geduwd. Die genderpolitiek. En ik denk dat het allemaal niet helpt. Die klimaatpolitiek, wat het leven gewoon onbetaalbaar maakt, maar ook gewoon social engineering is. Dus ik dacht bij mezelf, in plaats van aan de zijlijn te gaan schreeuwen, laat ik maar iets echts doen. Ik ben toen begonnen bij FVD, maar ik wilde eigenlijk helemaal niet op de voorgrond zijn. Ik was vooral, ik heb veel bedrijven opgericht, bedrijven gekocht, bedrijven samengevoegd. En ik had vooral ervaring in het opzetten van organisaties. Dus ik heb toen tegen de mensen van FVD gezegd van ik wil wel helpen. Ik weet hoe je organisaties moet bouwen. En dat is eigenlijk ook hoe ik begonnen ben. Maar uiteindelijk ben ik dus op de voorgrond terechtgekomen tegen wil en dank. Maar ik moet wel zeggen, ik heb het wel met heel veel passie en liefde gedaan. En ik ben er ook heel dankbaar voor dat ik dat heb kunnen doen. En het was een hele mooie ervaring eigenlijk wel. Ja. Vergeet de NOS en de NPO. Het is tijd voor Nieuw Rechts. De nieuwswebsite voor rechtsdenkend Nederland. Hoe denk je dat we nou in deze situatie terecht zijn gekomen? Je geeft net aan, in de jaren 90 was er nog een heel andere manier van samenleven. En we zitten nu toch in een tijd waar heel veel dingen onder druk staan. Hoe heeft dat fout kunnen gaan? Ja, dat is een goede vraag. Ik neem altijd maar Venezuela als voorbeeld. Een van de rijkste, sowieso het rijkste land destijds van Zuid-Amerika, maar ook geloof ik bij de top 6 rijkste landen ter wereld. En binnen 10 jaar was dat helemaal vervallen tot een communistische staat, waarin mensen zonder proces de gevangenis in worden gegooid. Het is socialisme, dat heeft nog nergens gewerkt. En wat ik zie is dat ze dat nu. Wat ik zelf zie is dat het een grote VN-agenda is. Het hele klimaatbeleid, de genderpolitiek. Ik heb echt het idee dat vanuit de VN een actief wordt gespeeld om, laten we zeggen, het vrije Westen te marginaliseren. Misschien zelfs wel tot de gronden te richten. Die agenda die wordt gewoon overgenomen door de Europese Commissie. En het helpt de mensen niet. Hè? Want het is, uiteindelijk zijn we een democratie en gaat het om de wil van het volk. En niet wat ongekozen supranationalistische organisaties met ongekozen mensen ons opdragen. Ja, we zien toch wel inderdaad dat bijvoorbeeld de Europese Unie steeds meer macht naar zich toe trekt.
Nou, je hebt in de Europese Unie heb je natuurlijk als politicus rondgelopen. Ja. Er wordt ook heel vaak gezegd, ja, ook de Europese Unie is democratisch. Er zijn natuurlijk ook Europese verkiezingen. Hoe kijk jij op hoe democratie, Europese Unie nou daadwerkelijk is? Ja, dat is een goede vraag. Dan ga ik eerst uitleggen wat democratie ook wat echt betekent. Democratie komt van de woorden demos, en dat betekent volk, en kratien betekent heersen. Dus democratie betekent letterlijk heerschappij van het volk. Het is een politiek systeem waarin burgers invloed hebben op het bestuur door middel van verkiezingen, waarbij wij onze volksvertegenwoordigers mogen kiezen. Een parlementaire democratie. En in een democratie worden beslissingen genomen op basis van de wil van de meerderheid. Terwijl de rechten van de minderheden, die worden dan beschermd door de grondwetten en de wetten die de fundamentele wetten, de fundamentele vrijheden waarborgen. Zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht tot samenkomst en vergadering. Dus democratie is eigenlijk een bestuursvorm waarin de macht bij het volk ligt. Maar ik durf de stelling wel aan dat de Europese democratie een illusie van een democratie is. En ik zal dat ook uitleggen. We hebben uiteraard Europees parlementsverkiezingen. En dat geeft mensen het idee dat daar gekozen volksvertegenwoordigers zitten die de wil van het volk meenemen in hun beleidskeuzes. Maar het is de ongekozen Europese Commissie die het alleenrecht heeft op het initiëren van nieuw beleid. Het Europees Parlement en de Europese Raad mogen daar dan een plasje overheen doen. Maar de Europese Commissie geeft gewoon de richting aan. En een voorbeeld daarvan is de Green Deal van het vorige mandaat toen ik daar zat. Toen was de Green Deal zeg maar de hoofdmoot en... Ja, daar heeft echt helemaal niemand om gevraagd vooraf. En we hadden het net over de VN. En ook dat is echt een VN-agenda die door de Europese Commissie in 2019 is overgenomen en gepresenteerd. En gepresenteerd ook als een voldongen feit. We hebben het hier en daar wat kunnen ombuigen en wat aanpassen, maar de Green Deal heeft zoveel impact op ons leven gehad. Het energie is duurder geworden, hogere inflatie. Het is ook wat ik noem social engineering. Hè. Mensen die moeten in een bepaalde levensstijl worden geduwd. We mogen dit niet meer eten. We moeten warmte pompen. We moeten elektrisch gaan rijden. Wat voor veel mensen onbetaalbaar is. Waardoor ze eigenlijk dus helemaal geen vrijheid meer hebben om te reizen. Het neemt gewoon de vrijheid af. En... Ja, dus dat is helemaal niet de wil van het volk. En nou ja, er zijn nog andere dingen natuurlijk. Een van de grootste problemen die we in Europa hebben is immigratie. Of eigenlijk is dat een groot probleem in het Vrije Westen. Want we zien dat ook in de Verenigde Staten. Die worden ook gewoon compleet overspoeld met immigranten. Een tweederde van de mensen wil gewoon minder immigratie. Maar het gaat gewoon door. Ook de central bank digital currency, de digitale identiteit. Dat zijn allemaal tools waar niemand om gevraagd heeft. En het komt er gewoon. Het gevecht tegen desinformatie is ook iets wat vanuit de Europese Unie wordt gestuurd. En dat is gewoon een pure vorm van censuur. En dat gaat tegen de grondwet in. Hè, tegen de grondrechten. De vrijheid van meningsuiting is gewoon een grondrecht. En ook daar heeft niemand om gevraagd. En het komt er gewoon. Dus de wil van het volk staat volledig buitenspel. En nu simuleert de Europese Commissie, die simuleert burgerparticipatie met door hen zelf gefinancierde NGO's. NGO's betekent non-governmental organizations. Maar ja, de Europese Commissie betaalt jaarlijks 3,7 miljard euro aan belastinggeld van de burgers, om diezelfde burgers te vervangen door hun eigen welgevallige belangenverenigingen. En daarmee zijn het eigenlijk gewoon governmental organizations, hè, de lange arm van de overheid. En omdat de Europese wetgeving voorgaat op nationale wetgeving, kunnen we hier naar de stembus gaan om dingen te willen veranderen. Maar ja, we zien wat daar de gevolgen van zijn. Ook deze regering van Schoof 1 met de grote winnaar PVV. Deze regering is gekozen omdat de meerderheid in Nederland het beleid helemaal zat is. Hè? De immigratie, de groene agenda, wat ik zelf klimaatcommunisme noem.
Maar ook, ook deze regering verschuilt zich weer achter Europa. Dus ja, nu hebben de mensen de afgelopen juni ook bij de Europese parlementsverkiezingen heel duidelijk om een verandering gevraagd. Maar ook daar dendert de commissie vrolijk door. Niks wil van het volk. Nog meer klimaatcommunisme, nog meer censuur. En de winnaars van deze verkiezingen, dat waren toch echt de rechtse partijen. Maar die worden gewoon in een cordon sanitair geplaatst. De grote verliezers waren de groenen en de liberalen. Maar die zitten er gewoon weer bij. De liberalen mochten weer een van de hoge posities leveren. Terwijl het echt de grote verliezers waren. Dus wat mij betreft is er eigenlijk weinig democratisch aan. Lidstaten die met een conservatieve regering, zoals in Hongarije, Fidesz, die krijgen gewoon geen geld, net zolang tot ze overstag gaan. Dus die worden gewoon afgeperst eigenlijk. En daarentegen worden socialistische regeringen, zoals in Spanje en destijds in Italië, en dat was een groot probleem natuurlijk toen Meloni won, maar de socialistische regeringen, die worden gespekt met miljarden geleend geld van waar de burgers dan weer garant voor staan om dat hele perverse systeem voor te zetten. Dus terug naar de definitie van democratie. De wil van het volk die is volledig buitengesloten. Het is slechts de illusie van een keuze. En dat is hoe ik tegen de Europese Unie aankijk. Ik denk dat je goed schetst dat er veel problemen zijn waar mensen ook kritiek op hebben. Toch zie je, zoals je ook al aangaf, dat partijen zoals Rassemblement Nationaal in Frankrijk of Alternatief voor Duitsland in Duitsland of PVV in Nederland, maar ook natuurlijk in andere landen zoals Oostenrijk, zie je nu dat er dat rechts in opkomst is. Zeker, ja. Wat kan rechts dan doen om zich uit deze situatie te brengen en toch wat meer macht naar zich toe te trekken om de wil van het volk, die het anders wil, toch te gaan verzegelen? Ja, wat je ziet in, het is eigenlijk overal zien we dezelfde trend, hè? Laten we beginnen bij Frankrijk. Daar heeft de Rassemblement National echt de verkiezingen met grote cijfers gewonnen. Maar wat doen de andere partijen? Die creëren een wat ik noem een Frankenstein-coalitie, om maar te zorgen dat deze partij buitengesloten blijft. Hè? En dan zeggen ze, ja, maar dit is toch, we hebben de meerderheid, dus dat is democratie. Terwijl de wil van het volk, dat is een heel duidelijk signaal, we willen ander beleid. Is in Polen exact hetzelfde gebeurd met de partij Law and Justice. Die hebben de verkiezingen veruit gewonnen. Ze waren al 8 jaar in de regering, maar ook deze keer hebben ze de verkiezingen gewonnen. Buitenspel gezet door een Frankenstein-coalitie. Hetzelfde gaat nu gebeuren in Oostenrijk. FPÖ, veruit de grootste, volgens mij hebben ze 57 zetels, iets van 29%. Maar zelfs de conservatieven daar zo, die hebben gezegd, we gaan niet met de FPÖ regeren. Nou, ik heb hun programma bekeken. Dat ziet er gewoon hartstikke goed uit. Eerlijk is eerlijk, weet je wel. Maar er wordt gezegd, een voormalige nazi-partij. En er wordt alles bijgehaald om ze zwart te maken. Mm-hmm. Maar ook daar zal waarschijnlijk een Frankenstein-coalitie in het leven worden geroepen om de FPÖ maar weer buiten te sluiten. Dus ja, ook daar is eigenlijk weer van toepassing dat we de illusie van een democratie hebben. De wil van het volk wordt gewoon keihard genegeerd. Ja, wat kunnen we doen? Wat we moeten doen is uiteraard blijven. We moeten vol blijven houden. Uiteindelijk gaan we wel winnen, maar ik vind ook dat, laten we zeggen, op rechts, of laten we zeggen conservatief, ik vind het eigenlijk niet eens meer rechts of links, maar laten we zeggen, de conservatieve partijen, die zouden ook eens de koppen bij elkaar moeten steken. Ik vind ook dat wij veel te veel verdeeld zijn. Niet alleen in Nederland, we hebben heel veel kleine splinterpartijtjes. We moeten ons verenigen. Maar ook in Europa zien we dat we nu gewoon 3 groepen op rechts hebben. Dat helpt niet. En waarom hebben we 3 groepen op rechts? Omdat er altijd kleine dingetjes zijn waar we over van mening verschillen. En wat mij betreft, en dat heb ik ook in mijn laatste speech die ik in Boekarest heb gegeven, die staat op mijn Twitter bovenaan, heb ik opgeroepen tot unite and not divide. We moeten ons verenigen. Het gaat niet om de dingen die waar we ons
waar we anders tegenaan kijken. Het gaat om de belangrijkste zaken waar we ons wel in kunnen vinden. En dat is het stoppen van de migratie. De grote massale immigratie die naar ons continent komt. Dus het bewaken van de grenzen. We moeten zorgen dat de lidstaten soeverein blijven. Hè. De Europese Unie is een project waarin soevereine staten met elkaar werken. Maar als we de liberalen onze gang laten gaan, dan zal het eindigen in een Europese superstaat. Nou, dat is gewoon niet goed. En we verliezen onze identiteit. En dat is een slechte zaak, want dat is wat Europa juist zo mooi maakt. Dus dat is heel belangrijk. We moeten zorgen dat we onafhankelijk zijn van... laten we zeggen, de landen die het nou niet zo goed met ons voor hebben. Nederland die importeert gas uit Qatar, terwijl wij zelf voldoende gas hier in de bodem hebben zitten. En dan gaan we dat soort islamitische terreurstaten, die gaan wij spekken, zodat ze nog meer terreur kunnen financieren. Dus we moeten als Europa ook onafhankelijk zijn als het gaat om onze energievoorziening, om onze voedselvoorziening, om onze medicijnen. Dat hebben we ook gezien tijdens COVID. Dat zijn zaken die belangrijk zijn. En ik denk dat wij als conservatieven daarop moeten focussen in plaats van dat we focussen op de ondergeschikte zaken die ons dan weer net verdelen. Dus er ligt ook echt wel een taak voor de partijleiders om wat minder solistisch te denken, maar wat meer in een groter geheel. Mooi punt. Ook wel grappig dat je het woord conservatief gebruikt. Dat is denk ik in Nederland best wel een beetje een besmet woord geworden. Wat bedoel je precies met conservatief? Wat is voor jou de definitie daarvan? Conservatief. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik conservatief was. Voor mij is het gewoon gezond verstand. Hè. Wat ik belangrijk vind is familiewaarde. Dat is één. Dat we trots zijn op onze vlag. Ik heb hem hier ook achter me staan. Ik denk dat je hem net niet kan zien. Maar ik heb zo'n klein vlaggetje. Maar weet je, ik ben een Nederlander. Ik ben geen Europeaan. En daar ben ik trots op. Maar dat mag tegenwoordig ook niet. Want dan ben je ook weer gelijk een nationalist. Dus familiewaarde, onze soevereiniteit. Onze trots, de vrije handel vind ik belangrijk. De vrijheid van meningsuiting vind ik belangrijk. En een zo klein mogelijke regering. Uiteraard moeten wij een overheid hebben die het land bestuurt. Maar wel zo min mogelijk. Dus lage belastingen. Weet je, ik wil gewoon zelf mijn geld uitgeven zoals ik denk dat het goed is. En uiteraard moet ik betalen voor het onderwijs en voor de politieapparaat en voor ons leger, et cetera. Maar dat is het dan ook, weet je. En ik wil niet dat de regering gaat bepalen dat ik mijn geld aan een warmtepompen moet uitgeven. Bemoei me niet met mijn leven. Ik ben ooit ondernemer geworden om vooral mijn eigen toekomst te kunnen bepalen. En zo min mogelijk afhankelijk te zijn van onze overheid. Maar goed, dus dat is voor mij wat conservatief is. Conservatief is, houdt eigenlijk in dat wat we de goede dingen die we van onze voorouders hebben geleerd, die passen we toe en die geven we door aan de volgende generatie, zodat de volgende generaties, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ook weer voor mij kunnen zorgen als ik wat ouder ben. En als ik zie hoe verward de jeugd tegenwoordig is. Grote delen, niet iedereen gelukkig. Maar grote delen is gewoon compleet verward en individualistisch. Dan maak ik me zorgen of zij nog voor de wat oudere mensen kunnen zorgen later. Dus we geven de goede dingen door. En we gebruiken de goede dingen die we van onze ouders hebben geleerd. Nou, dat is misschien conservatief. En ja, elk woord wordt inmiddels besmet. Hè? Conservatief is besmet, patriotisch is besmet, nationalistisch is besmet. Maar dat is de links-liberale toolbox die alles gebruikt, om je overal voor te moeten schamen. Nou, dat gaat ze bij mij niet lukken. Ik ben trots op wie ik ben. Ik heb helemaal geen problemen met het verleden van Nederland. We hebben dingen gedaan die misschien niet goed waren. Maar dat was in de tijd gewoon gebruikelijk. Iedereen deed rare dingen en het mensenleven was niet zo heel veel waard. Maar ik voel me daar niet verantwoordelijk voor. En de mensen die daar nu last van hebben, die hebben er ook, dat is gesimuleerd. Het gaat alleen maar om geld. Mm-hmm. Ik,
Weet je, we moeten gewoon trots zijn op wie je bent. Ik werk hard en het maakt mij niet zoveel uit wat mensen van me denken. Dus ik durf het woord conservatisme wel te gebruiken, patriotistisch, nationalistisch. Ik vind het allemaal prima woorden en we moeten ons er niet meer voor schamen. Mooi. Laten we het even op Nederland betrekken, want je gaf net ook al terecht aan dat een cordon sanitair is op heel veel partijen in Europa. De BVV heeft natuurlijk dat ook heel lang gehad. Maar natuurlijk hebben ze nu voor het eerst dat ze wel daadwerkelijk aan de regering deelnemen. Ze hebben, natuurlijk een gedoogsteun bij Rutte 1 gehad. Maar toch zien we ook in dit kabinet dat het de PVV niet heel erg lukt om bijvoorbeeld migratiebeleid of klimaatbeleid of andere dingen echt te veranderen. Dus hoe kijk jij naar hoe de Nederlandse politiek zich nu ontwikkelt op dit vlak? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik was heel enthousiast over het hoofdlijnenakkoord. Ik werd er echt blij van toen ik 's morgens wakker werd. En toen ik las dat het was gelukt om een hoofdlijnakkoord te maken. Ik heb het doorgelezen en er waren dingen in waarvan ik denk van dat kan veel beter. Met name die groene groeiagenda, want groene groei bestaat helemaal niet. Het is echt degrowth. Maar goed... Er waren gelukkig ook een heleboel dingen waar ik heel blij van werd. Dus laten we zeggen, over het algemeen, prima verhaal. Maar we zijn inmiddels een jaar verder en ik zie geen resultaat. Ik ben echt inmiddels wel teleurgesteld. Ik las vanmorgen in de krant dat PVV-staatssecretaris oproept om Europese wetgeving te maken om de auto-industrie versneld te vergroenen. Nou, en dan breekt echt mijn klomp op twee dingen. Denk ik, is PVV nu ook lid geworden van het klimaatcommunisme, terwijl ze daartegen zouden moeten zijn vanuit hun verkiezingsprogramma. En het tweede, de oproep om dat op Europees niveau te regelen. Dat kan niet als je een Europees kritische partij bent. Mm-hmm. Als je eenmaal een wet in Europa hebt aangenomen, kom je er nooit meer vanaf. En zelfs het verdrag, artikel 5 van de Europese wetgeving, die zegt subsidiariteit en proportionaliteit. En dat betekent alleen op Europees niveau regelen als het echt niet op nationaal niveau kan. Dus ik vind dat een hele waardeloze move van de PVV. Maar ik zie ook bij de BBB, serieus, ik heb die mensen echt allemaal gesteund. Maar de mestderogatie hebben ze ook opgegeven. Boeren worden nog steeds met ons belastinggeld uitgekocht. Er gaat wel veel geld naar het platteland, maar uiteindelijk is dat korte termijn politiek en daar helpen we Nederland gewoon niet mee. Dus dan nieuw sociaal contract. Wat moeten we daar nou van vinden? Ik weet het niet. Er zit dan een beetje de boel te saboteren in dat kabinet, terwijl ik Omtzigt als volksvertegenwoordiger echt een oprechte goede... echt een goede volksvertegenwoordiger vind. Maar en de VVD, die hoor je niet. Die leunt lekker achterover, die speelt het spel mee. En dat zijn natuurlijk, die zijn ervaren. Dat zijn de slimste van de vier. De VVD die heeft inmiddels zoveel jaar regeringservaring achter de rug. Die weten wel hoe het spel moet spelen. Dus die hoor je niet en die prukkelen langzaam de vluchten. Die plukken langzaam de vruchten van alles. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik ben eigenlijk heel teleurgesteld in het kabinet. Ik ben een simpel mens. Ik wil gewoon resultaat zien. En ik zie niks. We zijn nu bijna een jaar verder en ik heb nog niks gezien. Dus ze verschuilen zich ook achter Europa. En ik denk, kom op jongens, toon gewoon ballen, weet je. We zijn de grootste... een van de grootste netto-betalers nog steeds in de Europese Unie. Dus zeg gewoon tegen Brussel, moet je eens luisteren, wij gaan dit doen. Of je het wil of niet, wij doen dit. En als je het niet leuk vindt, dan stoppen wij onze bijdrage voorlopig even. Net zolang totdat wij een fatsoenlijk gesprek met elkaar kunnen hebben. Je ziet het gewoon in Frankrijk. De Fransen hebben zich nog nooit aan de afspraken van de euro gehouden. Al 25 jaar niet. De Duitsers die gooien nu gewoon de grens dicht. Ze doen het gewoon. Nederland moet ook gewoon eens een keer ballen tonen. Doe het gewoon. Maar het is misschien de onervarenheid van de PVV, BBB en Nieuw Sociaal Contract. Dat ze dit allemaal laten gebeuren. Maar ik zou gewoon veel... ik wil resultaat zien. Ze moeten gewoon veel meer ballen tonen en dingen doen die goed zijn voor Nederland, weet je. Dit land is van de Nederlanders. Dit land is niet van Brussel. Dat moet iedereen goed beseffen.
Dat is natuurlijk ook wat, ja, wat de regering van tevoren heel duidelijk heeft aangegeven. Je ziet nu ook natuurlijk de interne verdeeldheid. Zie je bijvoorbeeld bij NSC. Zie je dat heel erg rond migratie dat nu ontstaat. Je zou kunnen zeggen inderdaad. Nederland wil op een bepaalde manier zich conformeren aan Brussel. Toch zou je ook denken, nou, in Brussel voelen ze ook langzamerhand wel dat er een draai komt. Dat er een rechtsere wind door Europa gaat. Denk je dat dat nog kan helpen bijvoorbeeld om een opt-out of dergelijke constructies om die doorheen te krijgen in Brussel, zodat we daarvan af zijn in Brussel? Nee, nee. Als je, ik heb 5 jaar daar rondgelopen en ze hebben helemaal niks met de mensen. Dat is mijn, ze denderen gewoon door. Het is een VN-agenda, dat zie je op alle vlakken. En het enige wat ze nu aan het doen zijn, ze zien inderdaad dat ze, laten we zeggen, de strijd aan het verliezen zijn. Dus zijn ze nu allerlei tools aan het implementeren om ons verder te kunnen controleren. En dat is gewoon, weet je, ik heb dit 5 jaar geleden gezegd. En toen werd gezegd, ja, dat zijn complottheorieën, daar moeten we het niet over hebben. Maar 5 jaar, of misschien al langer geleden, toen begon ik eigenlijk al over die digitale identiteit. Over de central bank digital currency. Als dat eenmaal ingevoerd is, dan kunnen zij gewoon bepalen wanneer of we nog dingen kunnen kopen. Hè? Dat wordt echt een manier om mensen in een keurslijf te drukken. En ze hebben de tools om dat te doen. We zien eigenlijk al dat banken soms gewoon het account afnemen van mensen en dan heb je ineens geen bank meer. Nou, zonder bank kan je niks. Nou, dat is nu misschien nog wat moeilijker, maar als je eenmaal vastzit aan zo'n central bank digital currency, dan is het natuurlijk gewoon één muisklik om mensen van een financieel systeem af te krijgen. In Canada is dat al gebeurd tijdens corona, toen de truckers daar in protest kwamen. Ja, die werden gewoon op die manier gedefund. En dan houdt het op een gegeven moment op. Weet je, als je niet meer bij je geld kan. Dus Europa. Nee, de Europese Unie moet ik zeggen. Europa is niet de Europese Unie. Europa. De Europese Unie zal geen rekening houden met de mensen. De Europese Unie die is er maar voor één ding. En die willen een superstaat maken. Tegen de wil van een aantal lidstaten in. Maar de Europese Commissie heeft inmiddels zoveel macht. Je ziet dat van der Leyen, die negeert nu Macron, omdat Macron ernstig verzwakt is. Hè. Vroeger had zij heeft haar baan aan Macron te danken. Maar nu ze er eenmaal zit en Macron is verzwakt, negeert ze Macron gewoon. En dat geeft aan hoeveel macht van der Leyen inmiddels heeft vergaard. Zij is ongekozen. Niemand heeft voor haar gekozen. Ze zegt zelf van wel, hè, maar het Europees Parlement heeft haar alleen maar goedgekeurd. Maar ze is echt door niemand gekozen. En ja, die agenda die ze daardoor duwen, die dient de mensen gewoon niet. We zien grote problemen in heel Europa momenteel met onze industrie, deindustrialisatie, vanwege de hoge energieprijzen, vanwege de verstikkende regelgeving. En toch gaan ze door. Weet je, als je een beetje gezond verstand hebt, dan zeg je, oké, jongens, we hebben fouten gemaakt, we gaan nu terug. Ik zou zelf als ondernemer zeggen, we maken eerst een business case en we gaan kijken of dat een rendement op gaat opleveren. En zo ja, dan zetten we het door. Zo niet, dan stoppen we ermee. Maar dingen worden gewoon geïnitieerd. De Green Deal, er heeft nooit een business case is daarvan gemaakt. Er is nooit een risk assessment van gemaakt. En ze hebben het gewoon doorgeduwd. En ja, we zitten nu met de gebakken peren. Ze zullen gewoon door blijven gaan met de agenda die zij goed vinden. En dat is in mijn optiek een VN-agenda waar hier in Nederland niemand voor gekozen heeft. En in de rest van Europa ook niet. Wat denk je dat als Nederlanders die hier naar luisteren en denken van er komen heel veel dingen op ons af en ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Wat zou je Nederlanders kunnen meegeven die denken van ja, ik zie heel veel dingen om me heen gebeuren, maar ik voel me misschien machteloos om daarin zelf iets te veranderen of iets voor mezelf en misschien voor mijn familie of voor mijn vrienden of voor Nederland te betekenen? Ja, ik begrijp die machteloosheid ook wel, weet je, als je... Dat is ook de reden dat ik zelf de politiek in ben gegaan. Want dan kan je in ieder geval iets doen.
Maar ja, dan stem je dus op een rechtskabinet. Hè? PVV, Nieuw Sociaal Contract, BBB en VVD. Nou, uiteindelijk, na veel gedoe, komen ze er dan toch samen uit. En dan zie je geen resultaat. En ik word daar zelf ook wel eens moedeloos van. Maar we mogen zeker niet opgeven. En wat heel belangrijk is, wat mensen moeten doen, is blijf je uitspreken. Dat is vaak heel lastig. En zeker nu, hè, want ook weer vanuit Brussel, daar hebben we de Digital Services Act. Dat is... Die is gemaakt om te kunnen modereren. Dus op social media. Dat zie je ook. Het gevecht tegen desinformatie en misinformatie. En het gevecht tegen haatspeech. Of haatspraak. Of hate speech en harmful speech. Maar dat is natuurlijk gewoon een pure vorm van censuur. Dus ze willen de mensen ook de mond snoeren. En dat gaan ze ook doen. Dat hebben we ook gezien tijdens COVID. Het is echt geen complottheorie. De mensen werden echt gecanceld. Ik ben zelf ook daar. Nou ja, ik voel me geen slachtoffer. Maar ze hebben dat bij mij ook gewoon gedaan. Zelfs vanuit mijn eigen partij destijds. Maar we moeten ons blijven uitspreken. En als je dat niet in het openbaar kan doen, doe het dan in ieder geval in privé met elkaar. Zodat je de mensen wel scherp houdt. Hè? Want opgeven, ja, ik zeg altijd maar, pijn lijden is tijdelijk, maar opgeven is voor altijd. Dus dat moeten we nooit doen. Blijven vechten. En ik denk, er zijn wel dingen die veranderen. En zeker wat heel belangrijk is dat in Europa zien we meer conservatieve regeringen de verkiezingen winnen. Ze doen er alles aan om mensen buiten te sluiten. Wilders mocht ook geen premier worden. Nou, Kikkel, de leider van FPÖ, die zal ook buitengesloten worden. Maar gelukkig Maloney, die is wel regeringsleider geworden. Want wat we moeten hebben is dat we meer conservatieve regeringsleiders in de Europese Raad hebben. De Europese Raad is daar waar de regeringsleiders bij elkaar komen. 27 regeringsleiders van de 27 lidstaten, die met elkaar de agenda van de Europese Commissie kunnen bepalen, hè, een sturing kunnen geven. Dus daar ligt mijn hoop dat dat het uiteindelijk zover komt dat, dat Orbán en Meloni en Kikkel en misschien ook nog, ik hoop dat de PVV toch bijdraait en dat ze niet toegeven aan die groene agenda en voet bij stuk blijven houden over dat immigratiebeleid. Maar we hebben daar regeringsleiders nodig die de koers van Europa echt gaan wijzigen. Als we de Europese Commissie hun gang laten gaan, dan zie ik het somber in. Maar goed, de mensen moeten zich blijven uitspreken. Geef niet op. Alsjeblieft niet. En ik ga voor in de strijd. Dat wil ik zeker blijven doen. Hartstikke mooi en belangrijk ook. Is nog een ander onderwerp waar ik graag met je over hebben. We hebben natuurlijk wel een beetje gehad over klimaat en wat daar uitgerold is. Maar er is natuurlijk een bepaald narratief dat we eigenlijk voor onze nieuwe toekomstige generaties dit moeten doen. Je gaf al eerder aan, je noemde het al klimaatcommunisme. Zou je nog kunnen uitleggen waarom het narratief rondom het klimaat, en dat dus eigenlijk, we doen het voor elkaar, misschien kost het ons wel wat, maar uiteindelijk levert het uiteindelijk voor de toekomstige generaties heel veel op. Waarom dat dan niet klopt? Nou, dat leg ik graag uit. Zoals ik al zei, ik zit 32 jaar in de energie. Ik ben zelf elektrotechnisch ingenieur. Dus ik weet echt wel waar het over gaat. En dat is wis- en natuurkunde. We kunnen de energietransitie zoals ze dat nu willen doen, kan gewoon niet. Dat is gewoon natuurkunde. Nederland... Als we Nederland van onze energie willen voorzien, als Nederland gebruiken wij 3100 petajoule. En als wij dat willen opwekken met zon en wind, dan hebben we 1,8 keer Nederland nodig om aan ruimte om dat te doen. En dan is heel Nederland veranderd in een, laten we zeggen, industrieterrein van windturbines en zonnepanelen. Dus dat gaat de natuur en het milieu echt niet helpen. Dus het kan gewoon niet. Op dit moment, van die 3100 petajoule wordt 20% van die energie die wordt opgewekt met zogenaamde renewable energy. Maar 12% van die hernieuwbare energie, maar 12% van die hernieuwbare energie, dat is biomassa.
En biomassa, dat is het verbranden van complete bossen om de planeet te redden. Totale onzin. Het is biomassa stoot veel meer CO2 uit dan kolencentrales. Het is ook nog eens een keer dat het veel meer luchtvervuiling veroorzaakt, hè, dus fijnstof. Dus het is ook nog eens een keer heel slecht voor het milieu en voor onze gezondheid. Maar dat betekent dus als we 20% energie opwekken met deze hernieuwbare energie en 12% is dat slechte biomassa, dan is 8% is slechts zon en wind. Nou, dat betekent dat we nog 92% moeten doen. En dat is zo gigantisch veel. Terwijl nu al grote problemen zijn. Hè, want als de dag de zon schijnt, dan hebben we negatieve energieprijzen. En dan moet je boetes gaan betalen als je zonnepanelen hebt. Dat hebben ze allemaal niet verteld een paar jaar geleden toen je die dingen aanschafte. Maar het kan dus gewoon niet. Het net is niet ontworpen om zoveel decentrale opwekking te genereren. Dus we hebben nu al een groot probleem dat sommige bedrijven in Nederland moeten gewoon 2 jaar wachten op een aansluiting. Het kan niet. Het kan gewoon niet. Elektrisch rijden, als we allemaal elektrisch willen rijden, zijn we iets van 865 jaar aan het mijnen om alle grondstoffen bij elkaar te sprokkelen. Nou, je sloopt echt de complete natuur, maar ook gezien in tijd gezien, het kan dus gewoon helemaal niet. En dat zijn de dingen die ze bij de NOS niet vertellen. Als we een energietransitie willen doen, en ik ben er echt niet, ik ben echt wel voorstander om zoveel mogelijk olie en gas uit te faseren. Maar het kan niet helemaal. Dat zal nooit lukken. Maar ik ben best een voorstander om daarin mee te denken. Maar dan hebben we echt gewoon kernenergie nodig. En dan niet 4 centrales zoals deze regering dat wil. Maar we hebben er op zijn minst 50 nodig. Die 3100 petajoule, als we die echt met kernenergie zouden opwekken, dan hebben we 91 kerncentrales nodig in Nederland van 1,2 gigawatt, dus 1200 megawatt. Dus dat is heel veel. Maar kerncentrales, het mooie daarvan is dat het is compleet schoon. We hebben geen luchtvervuiling, we hebben geen fijnstof, et cetera. En ja, ik vind het zelf echt een geschenk van de sterren dat, we kunnen uranium of thorium gebruiken. En de vierde generatie kerncentrales, die zijn echt wel heel schoon en we kunnen zelfs het afval gebruiken als nieuwe brandstof. Dus het voormalige kernafval is gewoon brandstof. Dat is echt innovatie. Daar gaan we onze energievoorziening stabiel mee maken. Daar gaan we onze energievoorziening ook betaalbaar mee maken. En ook nog eens een keer, het heeft zo'n hoge energiedichtheid dat we de natuur sparen, want we hebben maar heel weinig oppervlakte nodig om voldoende energie op te wekken. Kijk, en dat is, maar dat is precies wat, laten we zeggen, de groenen niet willen. Hè? De groene politieke partijen. Want, laten we eerlijk zijn, zij, voor hun, het gaat helemaal niet om klimaat en milieu en het gaat om degrowth. Zij willen gewoon een marxistisch model achter Venezuela aan, waarmee mensen een heel sober leven gaan leiden. Nou, wil je mensen uit armoede trekken, dan hebben we zoveel mogelijk energie nodig. Dat geldt voor Europa, maar dat geldt ook voor Afrika. Die kunnen we er ook mee helpen. Dus dat zou voor mij de koers zijn om te gaan. En wat we nu aan het doen zijn, nou ja, ik heb het geprobeerd uit te leggen. Dat kan dus gewoon niet. Business natuurkunde. En in plaats van dogmatisch denken en ideologie moeten we echt naar de wetenschap gaan luisteren. Helder verhaal, denk ik. En tenslotte, we hadden het ook even over migratie, maar dat is natuurlijk het hot item op dit moment. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende meningen. Je zou misschien iets minder op de wisse natuur kunnen gooien als het over migratie gaat. Ja. Want we hebben het natuurlijk over mensen. In die zin zou je ook kunnen zeggen dat er in Europa binnen bepaalde groepen ook een tendens is dat het helemaal prima is als we meer multicultureel worden. Dat is ook een verrijking, cultureel gezien voor ons. In die zin kunnen we ook de vergrijzing tegengaan. Dat zijn natuurlijk van de veelgebruikte argumenten. Ja. Je hebt je net al flink uitgesproken, ook tegen migratie. Hoe kijk je naar migratievraagstukken en waarom zijn zulke argumenten voor jou niet krachtig genoeg om daar een andere mening op na te houden?
Nou, laten we beginnen. We hebben natuurlijk jarenlang door ons strot geduwd gekregen dat het over vluchtelingen ging. Nou, dat is gewoon pertinent niet waar. Het is gewoon een compleet leger van jonge mannen dat hier binnenkomt die in goede doen zijn. Laten we zeggen, hè? Ik zie geen uitgemergelde mannetjes komen die van de honger bijna zijn overleden. Ze komen door 7, 8, misschien wel 9 veilige landen heen voordat ze hier arriveren. Nou, ik kan me nog herinneren dat premier Lubbers ooit zei, als je echt vluchteling bent, dan ben je blij als je een tentje hebt gekregen in een veilig gebied naast je eigen land waar je uit de gevaar gezonden bent. En zo is het natuurlijk ook. Hè? Als het, laten we zeggen, om echte vluchtelingen gaat, dan moeten we bereid zijn om daar te helpen. Misschien worden we zelf ook ooit nog eens vluchteling en dan is het ook fijn als wij geholpen worden. Maar het is gewoon pure, het is ook weer een VN-agenda. Die VN-agenda is uit 2000 en die heet Migration Replacement. En daarmee, daarmee is denk ik eigenlijk alles al gezegd. Weet je, maar het kan niet. We hebben die mensen niet nodig om onze vergrijzing tegen te gaan. Want ook die mensen worden weer ouder. Dus dan ben je bezig met een piramidespel. Dan los je het probleem van vandaag op. Maar maak je het probleem van morgen alleen maar groter. Want in 1990 hadden we 15 miljoen mensen. Inmiddels hebben we er 18 miljoen. En ook die 18 miljoen mensen die worden op een gegeven moment oud. En dan is dat een groter probleem dat we die... ten opzichte van die 15 miljoen. Dus dat hele vergrijzingsverhaal is onzin. Dat moeten we oplossen met innovatie. We hebben tegenwoordig robotica en artificial intelligence. En in plaats van steeds meer goedkope arbeidskrachten, moeten we zorgen dat we innovatief zijn en die tools gaan inzetten. Nou, als die effectief worden ingezet, hè, dan sowieso is er al artificial intelligence en robotica. Daarvan hebben mensen al gezegd, dan verdwijnen gewoon 40% van de banen. Dus dan hebben we heel die goedkope arbeidskrachten niet meer nodig. Dan kom je toch terug bij dat migration replacement. En dat is een zorgelijke situatie. Kijk, wat mensen zien is dat hun wijken gewoon veranderen. Ik zie dat ook in mijn dorp. 5 jaar geleden, toen hadden we hier af en toe eens iemand uit het buitenland. Maar mijn dorp loopt gewoon helemaal vol momenteel. Onze kinderen hebben geen woningen meer. We hebben een gigantisch woningtekort, ik geloof 500.000 woningen. En als die mensen maar blijven binnenkomen en voorrang krijgen, dan kan dat niet. Weet je? En iemand moet dat ook betalen. Gratis geld bestaat niet. Gratis geld heeft iemand anders voor gewerkt. En we kunnen die lasten niet meer op de bevolking gooien. Het is onze taak om voor onze kinderen te zorgen. Het is de taak van de regering om te zorgen dat we veilig zijn. We weten ook helemaal niet wie er binnenkomt. Of die mensen bij ISIS hebben gediend. Het kunnen gewoon terroristen zijn. Nou, ik woon vlak in de buurt bij Rotterdam. We hebben hier een paar weken geleden dan zo'n mesaanval gehad van een terroristische aanslag. We zien het in Duitsland, in Frankrijk, overal. We hebben geen idee wie er binnenkomt. We moeten ons land veilig houden. Maar ik vind ook onze cultuur bewaken. De Nederlandse cultuur, daar moeten we ons niet voor schamen. Daar moeten we trots op zijn. Onze naamplaatjes worden vervangen. De straatnamen worden veranderd. De Koentunnel moet anders gaan heten. Onzin, weet je. Wij zijn Nederland. Dit is onze historie. En we hebben prachtige dingen gedaan in het verleden. Misschien ook dingen die wat minder goed zijn. Maar het heeft ons wel gemaakt tot wie we zijn. En nu komt er een andere cultuur binnen. Jij noemde dat net multiculturalisme. Ik geloof daar totaal niet in. Als mensen binnenkomen, ik vind dat ook prima, maar dan moeten we ze zelf selecteren. Dat heb ik met mijn bedrijven ook gedaan. Ik had op een gegeven moment behoefte aan mensen. En dan selecteer ik zelf wie ik goed genoeg acht om bij mij in het bedrijf te komen werken. Dat zouden we als Nederland ook gewoon moeten doen. En mensen die we niet nodig hebben, die hier alleen maar komen potverteren,
die kunnen we niet gebruiken. Dat is nu helemaal zo. Weet je, dit is ons land. En elk land heeft zijn eigen problemen. En als mensen hulp nodig hebben omdat ze in gevaar zijn, prima, dan helpen we ze. Maar als het gevaar weg is, dan gaan ze terug. Zo hoort het. En ik ben er heel duidelijk in. Ik geloof wel in multi. Dus ik geloof niet in multicultureel gedoe. We kunnen geen parallele samenlevingen permitteren. Maar multi-etnisch, dat zou wel kunnen. We hebben in de jaren 80 hebben we de bootvluchtelingen gehad. Die mensen kwamen uit Vietnam. Die zijn hier binnengekomen. Die hebben zich hier gevestigd. Die hebben sommigen hadden dan van die Vietnamese lumpia tentjes. Maar die mensen die zijn gelijk mee gaan doen in de samenleving. En die hebben helemaal niet hun cultuur opgedrongen aan ons. Weet je? Die doen gewoon mee. Dus dat is prima. Dat is helemaal geen probleem. Met de politieke islam is dat toch wat anders. Dat wil niet zeggen dat ik heb moslims die ook wel gewoon prima zijn. Maar in grote getalen is de islam is toch wel echt een zorg. En dat moeten we ook gewoon durven zeggen. Dat maakt ons helemaal niet racistisch. Want het is gewoon zo. Ze roepen nu al dat ze een islamitische staat in Europa willen hebben. We hebben dat in Duitsland gezien. We horen hier ook die geluiden. Nou, laat het duidelijk zijn. Dat hoort hier niet in Nederland. Wij zijn een vrije westerse samenleving. Waarbij je elkaar mag ridiculariseren. We kunnen grapjes maken, et cetera. En als mensen gekwetst zijn omdat je hun profeet niet mag beledigen. Nou ja, dat mag ook. Maar dan kan je misschien beter teruggaan naar het land waar je vandaan bent gekomen. Of een van de buurlanden. Maar niet in Nederland. Want het hoort gewoon niet bij Nederland. En dat moeten we met z'n allen durven zeggen. Dankjewel. Ook heel erg bedankt voor dit mooie interview. Als mensen jou nog willen volgen ergens, hoe zou ze dat kunnen doen? Nou, Rob Roos, Twitter. Rob_Roos. En Instagram, daar heet ik nog steeds robroos.map. Ik kan dat niet veranderen, maar goed, xmap zal ik maar zeggen. Maar dat is robroos_robroos.map. Maar ook op LinkedIn en Facebook. Maar Twitter is eigenlijk, daar ben ik het meest actief. Rob_Roos en dan daar vind je mij. Hartstikke fijn. Dankjewel voor het interview. En ook bedankt voor onze luisteraars en kijkers om weer te luisteren naar ons. Als je meer van Nieuw Rechts wilt lezen of horen, kun je ons op social media of op onze website vinden. En nou, tot een volgende keer. Ja, en hou het goede werk vast. Ik vind dat Nieuw Rechts heel leuk bezig is. En we hebben jullie heel hard nodig. Even een ander geluid. Dankjewel daarvoor. Hartstikke bedankt.